Hallo, fijn dat jullie kijken naar een goede video. Mijn naam is Justin en vandaag doen we weer Survival. Oké, dit was een beetje aangeapperd. Ik weet het jongens. Vandaag, dames en heren, wil ik een mooi schuur bouwen. En dat doe ik hier. In dat hele leuke piep. Dus dan gaan we veel dirt halen. Echt heel veel dirt. Ja, tot we dat gaan doen, doen we deze hekje weer dicht. Ja, we gaan weer even hier bouwen. En ik heb hier een tekening naast liggen. En ik laat het even beeld. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het was niet heel duidelijk. Maar kijk, ik denk niet dat je het kan zien. Maar dit, zoiets wil ik gaan bouwen. Net zoals een koeienstal, maar dan met twee weilanden. Dus zoiets gaan bouwen, ik denk niet dat jullie het konden zien. Maar dan moeten we heel veel dirt halen. En dat ga ik hier niet doen, want dat vind ik niet mooi. We gaan die beeld er gins omhakken. Gaan we dat even lekker doen, jongens. En doe vast een duimpje omhoog. En geef een reactie. Geef een like. Dat is hetzelfde als een duimpje omhoog, Justin. Duh. Dit kan wel weg. Goed voor de week. Ik heb niet de beste pickaxe. Dus jij zit erbij. Wacht, een hele snelle. En dit is ook een goede, jongens. Ik vind het niet heel erg. Wel, dit zal wel een mooi groot project zijn. Ik moet nog steeds met de waterglijbaan aan het verder. Dat weet ik ook, maar ik heb er niet altijd. Gewoon nieuw beginnen, steeds iets nieuws maken. En steeds gewoon van een project hebben. Net zoals dit. Dit lijkt me hartstikke leuk, want dan kan ik alles eigenlijk eindelijk dat hier alle dieren hebben. Ik kon eerst ook wel, maar dat deed ik gewoon niet. Ik ga gewoon aan de andere kant toe. Hup, 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 hup. Het gaat wel heel lang door. Dit hele ding omhakken. Tot de grond. Gelijk is. Zo doet het, gaat het iets makkelijker. Het is wel dirt, maar maakt niet uit. Het groeit wel weer. We moeten gewoon weer vlakte hebben. Steen. Laat het allemaal staan. Dan is het ook weer minder vlak. Dan is het weer een mooi vlak. Kijk, een schaap komt er kijken. Wat ben je vreemd aan het doen? Ik ben er mooier. Alles lekker aan het vlak maken. Goed voor zo'n schaap. Kijk, het wordt mooi. We gaan mooi verschillende beesten doen. Varkens, konijnen, al die dingen die ik nog niet heb. Het is ook geen schaap, ik heb alleen een paar koeien. Maar het is ook gewoon leuk om verschillende beestjes te hebben. Dus daarom doe ik het ook. En hoeveel hebben we nu? Bijna meer dan een stack. Ik weet niet hoe lang dit doorgaat. Maar dit bergje kunnen we ook mooi even neerhalen. Niet te veel. Om wat. Hier. Kijk. Dit gaan we even doorhakken, jongens. Het wordt al nacht. En als jullie ook een leuk onderwerp of een leuk project weten, laat het natuurlijk even direct onder in de reacties. Dan ga ik er natuurlijk even naar kijken als dat iets leuks is. Maar ja. Pasaki. En ook bij de map voor een YouTuber kunnen jullie natuurlijk ook een reactie achterlaten. Dus, zul je dat een keer willen doen? Dat vind ik ook wel leuk, want dan kan ik dat ook gebruiken natuurlijk. En dan komt jouw naam. En met jou, als je Minecraft hebt, of alleen je naam, gewoon een naam, komt jij met het bordje erbij, dit heeft dingen bedacht of zo, zoiets. We gaan eerst even slapen, dan zien we het veel beter. En jij bij pum, pum. Het was niet heel moeilijk. Hier zijn genoeg schapen. Alleen heb ik nog niet heel veel konijnen tegengekomen. Ik heb ze wel eens tegengekomen. Maar ja, dat zien we natuurlijk wel. Hij ging mij slaan. Oh. Dit wordt allemaal vlak, jongens. Dit wordt echt een hel. Nee. Hartstikke mooi. Ik ben wel slapen, gelukkig zijn geen zombies in de buurt. Maar ja, het gaat natuurlijk volgens plan op dit moment. We moeten wel even ruimte maken. Dat doen we eerst. Zonder lucht. Dan is het iets mooier. Hupsakee.
Want hij eet het. Het is echt een gepruts. Maar het moet soms ook weer gebeuren. En we kunnen ook wel ruimte overlaten. Te veel. Dit wordt echt een ramp. We zouden hier lang, heel lang mee bezig zijn. Misschien wordt het niet al te mooie vlakte. Maar ik weet zeker dat het wel handig is. En dan moeten we dit natuurlijk ook opvullen, anders heeft het helemaal geen zin. Kijk, dit ziet er. Je moet zo gewoon het gras blokken doen. Dus. Het moet. Ik ben heel erg spezend, weet ik. Ik moet toch. Hups, oké, okay. Dit gaat mooi snel, jongens. Niet gedacht. Niet gedacht, doe ik. Laat me mijn schep nog sneller hebben. Wat echt een groot onderwerp. Nou. We laten één ruimte eronder, jongens. Er kan nog geen zombie komen. Niet al te veel. Nou, wat een ruimte. Nu lijkt het echt op een lot, jongens. Zijkanten worden ook nog wel gedaan. Maar gewoon op de manier waar ik hier bezig ben, gaan we het natuurlijk ook doen. Ik hoop dat een beest dit fijn vinden. Ik ben heel mooi nog voor het vrouw. Mooie schuur nog wel. Oké, okay, dat waren ze al. We hebben al een hele vlakte gedaan, jongens. Maar dan wordt. Volgens veel meer. En dan wil ik wel even kijken als ik dit kan een mooie efficiëntie hebben. Gewoon. Zit hier nog een boek in? Noppes. Ergens een boek. Een boekie. Een malsboekie. Oké. Okay. Pak hier. Laplas. 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 Boekie. Loop terugslag. Bescherming. Drie betoveringsvleugels. Verder zou vallen. Wow, dat is best wel een blokkie. Verder zou vallen. Dus doet hij op mijn boekies. Een erg goede poort. Goed uit. Kablam. Je hebt de trek opgeleerd. Is er nog ergens een mos boekje te bekennen? Anders maak ik wel even een boekie. Zit hier nog wat spul in voor een boek? Leer in ieder geval wel. Alleen zie ik geen. Oh, dit hebben we ook. Moet hier een boekje van maken. Hups. Dan doen we gewoon twee boekjes. Omdat het kan. Doorn 1. Jongens, het lukt nu. Gaat het niet lukken. We hadden nog niet net level de 30. Nou, dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder met deze chat. Ik vind het wel goed.
Dan moeten we even een mooie plek hebben wat we helemaal weg kunnen hakken. Maar niet helemaal. Kijk, dat stuk daar is ook allemaal weg. Maar ook niet voor een... Echt alles, alles, alles. We hebben ook niet heel erg veel vlees meer. Nee? Ik heb een schaap aan mijn vissen. Schieten met een schaap. Schieten de schaap. Dat heb ik weggehakt. Ik dacht al, wat heb ik nou weggehakt? Maar dat kunnen we natuurlijk nog weghakken. Tuurlijk, alles. Ik kon een beetje omheen maken dat er gewoon blok steen blijft staan. Kan ik hier ook omhoog ergens? Thank you. Dit is de bodem. Oké, dan gaan we dit allemaal weghakken, jongens. We hebben heel veel blokjes al zo te zien. Ik weet niet hoeveel we het in totaal krijgen van een blokje. Dan krijg je geen... Hoe heet het nou? Er meerdere blokjes van krijgen, geluk. Maar dat hoeft ook niet. Hup. Ik ga straks ook een keer lekker weer buiten doen. Lekker monster skill. Hier krijgen we natuurlijk ook genoeg levels van. Dan wil je eigenlijk gewoon heel snel scheppen, want zo gaan we wel erg langzaam. Een beetje jammer. Ja, het gaat wel, jongens. We hebben alweer heel veel stacks, denk ik. En dan wel 1. Maar dan ben je wel een stuk 2. Hé, hey, jongens. Lekker kriebel in mijn haren. Ik vind het helemaal mooi. We gaan gewoon een begin doen. We zijn nog niet echt begonnen, jongens. Ik weet het. Maar we gaan gewoon rustig mee beginnen. En anders kan ons een spier gaan. Dat weet ik. Maar we kunnen straks misschien net een basis maken. Het is wel een lastig onderwerp. Een lastig project vind ik zelf een beetje. Maar ja. Omdat het kan. Dat verschil allemaal met die. Kijk, dit is ook al mooi. Maar we kunnen dit wel even afmaken, want anders is het ook al lelijk. Zie je zo brak staan. Het is echt hoog dit. Ik snap niet hoe dat kan en zo. Ik vind het wel weer mooi, het vliegende blok van weg. Dit nog wel, jongens, het moet gewoon genoeg liggen. We kunnen wel een platform vast maken, denk ik, maar niet helemaal. Ik zag wel hoeveel het kost. Of al het dirt. En al het steen wel eens andere keer weg. Gewoon een stukje. Oké, okay, hier doen we wat. Dan gaan we nu weer terug. Het heeft mezelf 5 voet bij opgeleverd. Niet opgeleverd. Eraf gehaald. Van al dat hakken. Hier, schaap. Ik jullie. Nee. Hij was alweer weg. Vond het jammer. Oh ja, ik weet al waarom al die levels ineens weg zijn. Had ik me op mijn boots heb gezet. Ik kreeg bijna geen hartjes eraf aan het geval. Dus dat is wel mooi. Ja, we gaan weer verder met ons parkour. Gelukkig komt al het gras er wel weer op, zo te zien. Niet alles, jongens. Deze laag houden. Ik dacht dat een brandende zon hier stond, ja. Ik moet wel even veel bouwen, jongens. Ik heb nu al veel te weinig. Er is nog meer te weinig, ja.
Kom een beetje raar, maar we kunnen al die blokjes heel makkelijk weer weghalen. En mijn pickaxe. Het wordt alweer donker, hè? Holy shit. Is dat niet normaal? Oh ja, ik heb ook even geenchant. Zo lang heeft het nou niet geduurd. Zo moeilijk om die torches snel weg te halen. Hard, hier is er gewoon nog een gat. Stiekem. Nu ziet het er heel leuk uit. Meestal is wel, ik vind het nog steeds een beetje af. Ik vraag, als jullie dat weten, ik weet nog steeds het antwoord in dat. Hoe dan het lichter is voor de opname. Dat ik dan een soort filmpje heb gemaakt. Van als het heel donker ergens is. Ik kan het niet zien. Voor jullie is het nog niet moeilijker. Hè? Ik zeker. Ik weet niet hoe je dat precies op moet lossen. Maar. Vast omdat ik. Gelukkig zie ik het niet. Heksen zijn eigenlijk de enige mods. En skeleton is ook helemaal brrr. Creepers vind ik ook hartstikke irritant. Die kan je in één keer alles weghalen. En niet als je dan iets hebt neergeplaatst, dat ik dan helemaal gewoon nog licht. Niet meezorgen van opblazen en weg alles. Leuk, kijk jij daar, jij bent toch een vele manneke, hè? Nou, power 3, oké, dat is wel goed. Kijk, ik ben nu al gewoon weer op. Hier kunnen we wel een mooi stalletje van maken. Oh, wat de fuck is dit? Bochten. Was, we gaan even slapen jongens, en dan gaan we gewoon weer pakken. Het is gewoon de grasafdeling. Lekker grashakken, we weten een hele mooie titel jongens. We gaan gewoon weer een mooie aflevering hiervan maken. Tum 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 tum. Hey. Gewoon één klap. Auw. Dat doet pijn. Oké, kijk, daar is nog steeds een hele grote bult, hè. Altijd wel nog wat aanrichten. Ik kan een beetje mee smaggelen. Je had veel beter gebied om aan te vallen. Maar we hebben nog even op tijd en oplettend. We gaan deze hele hoekie weghakken. Zo. Ik weet niet waar we uitkomen. Waarom is hier al een steen? Dat is beter. Kom, kom in de mijn. Deze kant op. Ik kom vast wel weer aan de buitenkant. Zeker. Hey! Toevallig. Ik weet niet waar je sommen zitten, maar ik hoor ze. En ik heb een leuke ding. De zombie die denkt dat ik al hoor. Oh, ik ga weer pakken. Dat vind ik niet leuk. Ik denk dat ze hier ergens zitten. Niet een van deze mijnen. En dan hoop ik wel dat er iets zombie zit. Spam. Kistjes. Dan ben ik ook blij. Waar ik blij ben. Ja, omdat er meestal goede spullen in zitten, dat je anders nooit van ergens kan vinden. Daarmee. Shit. Er staat al heel veel deur, jongens. We kunnen in één keer door, alleen maar doorhakken. Maakt er niet echt uit wat voor deur het is, of het gras. Of... Ik vind het wel netjes. Oké, maakt niet uit. Vernederd met mijn hele wereld. Ik weet het. Maar dat moet toch een keer gebeuren. Ik ben wel heel
benieuwd wat hier is. Oh ja! Dit schaap! Hij leeft nog! Wat zielig voor dit schaap. Dus hebben denk ik wat vaak schaap. Nou, ik zal het wel even uitleggen. Buiten de opnames van ga ik al soms in de wereld. En toen keek hier ging die kant een beetje op. En toen was er een schaap die naar me toe. En toen heb ik je weet vast wel, een gat gemaakt. En dan ging die in. En sindsdien zit hij er al. Ik weet niet hoeveel dagen hij er al zit. Voor mij al een week of twee. Ik kom nu pas achter dat hij ook wel, ja, die leeft ook nog. Leeft nog, die is er nog. We gaan weer terug. Kippie. We kunnen nog een keer helemaal die kant op gaan. Erg nieuws daar. Wat die gaan komen. Kippie. Brandende zombie. Er is wel veel water, dus. Die zombie kan vast wel profijt van dat water hebben. Kijk, gewoon 1,5 had je eraf. Omdat ik gewoon verder saling heb. Ja, ik doe even een oortje uit. Ik heb soms gewoon overal jeuk. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dit is gewoon handig om mee te nemen. Ik weet zeker dat jullie dat ook wel eens hebben. Gewoon overal jeuk. Niet overal, gewoon soms een keer daar jeuk en dan soms een keer daar jeuk. En dat heb ik natuurlijk ook. Net zoals andere mensen op deze aarde. Op deze aarde. Het klinkt wel heel apart. Wie zegt er nou op deze aarde? Kijk, hier kunnen we wat mee. Maar we moeten dit ook even een beetje aan. Want dit is nu niet helemaal. Oh, dan maak ik het nu nog. Nou, doet niet Justin. Er zijn vast wel mensen die kijken. En die zijn iets van 6. Nee, dat denk ik nou niet. Niet, is niet geschikt voor ons allemaal. En ook niet voor mij. Minecraft is niet om piemels te gaan bouwen. Volgens mij heet dat niet. Anders heet het wel piemelcraft. Nou, volgens mij heet dat niet hoor. Justina. Okay. Ik heb geen overal deze manier alles te maken. Misschien zou vast ergens een plek zijn waar nog makkelijk een zombie kan sparen. Maar ja, dan zien we dat wel. Kijk, zo'n ruimte kan niet. Maar als ik nou dit en die, dan past er wel makkelijk een zombie. Sommige gratis niet. Zoals de graad wat net voorbij kwam. Allemaal niet heel mooi jongens, ik weet het. Bijna gewoon weer door al mijn blokjes heen. Ik heb hier nog 40. Ik weet niet of ik er nog in de kist heb. Volgens mij heb ik ook nog wat in de kist. Ik weet niet. Ik kan wel eens kijken zo. Maar dit is denk ik wel best wel goed. Maar ja. We kunnen wel dan maken. En ik heb ook even in die tekening gekeken, want iemand heeft het. Was gewoon, ja. Oh ja, dat heb ik helemaal niet verteld. Ik heb die tekening opgestuurd gekregen. Dus dat is natuurlijk hartstikke nice. Want nu weet ik een beetje. Oh, kijk. Ik wou wel eens iets bouwen, want dan is het wel mooier, maar zo is het nog niet beter. Dan gaan we denk ik gewoon vast de basis maken. Nee. Sorry, maar dit pad die moet toch een beetje omleiden. Hier is er nog een vlak stuk. Nou, er komt straks nog genoeg deurt. Het wordt allemaal nog veel, veel mooier. Maar nu pak ik even de tekening bij. Ja, sorry. En
de bakker. We moeten volgens mij 4x4 zijn. 4x4. En 8. 3 hakken. 12. Plus steeds. 1, 2, 3, 4, 4. De 16. Oké, volgens mij snap ik het wel. We gaan dat natuurlijk mooi maken. We gaan dat natuurlijk van hout maken. Ook wood, zwaar wood. Misschien denk ik. Oké, hier heb ik nog wat. Saplings nodig. Allemaal saplings. En hier allemaal bones. En we genoeg bones bij ons. En dan gaan we hier lekker hier bomen planten. Oh ja, die beesten zijn ook overal en ergens. Oh, dan zijn ze niet opgelet. Oké, dit is heel veel boom hier. Pakken we deze, want die vis hebben we op dit moment niet nodig. En dan haken we het allebei zo. Zo. Zo weg. Gaan we zo volgende. Het gooit allemaal gewoon in elkaar. En volgende. Gewoon heel veel bomen hier erin versteken. En dat maakt me niet heel veel uit, want ik heb er toch genoeg van. Vallen vast wel saplings. We moeten altijd wel eentje houden. Nou, die komen er vast wel een keer tegen. Sparse wood. We moeten nu denk ik gewoon beginnen. I denk ik. Nou, prachtig. Wacht even. We gaan even kijken. Zo, en dan moet hier. Het moet een veel groter platform zijn. Deze boerderij wordt dan ook wel groot. Het moet 4x4 zijn. 1. Dus hier hekkie. 1, 2, 3. En dan hekkie. Zo. Maar we kunnen het hier nog één plaatsen. 1. Ja, zo. En dan hier. Zo. Gaan we eerst even slapen? Of nee, dat hoeft nu nog niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien doe ik het niet helemaal goed. Niet iedereen. 1, 2, 3. 4, 5. Dan moet natuurlijk deze ook vervolgen. En wacht even. Ik wil een grote schoen bouwen. Oké, dit is een beetje moeilijk, jongens. 4 bij. Die is 4 hoog en die 6. Dus. Ja, maar dan komt het van een ruk. We gaan eerst even slapen. Ik heb ondertussen even die tekening. Sorry, maar ik zal niet over doen. Dankjewel. Dankjewel. Even kijken. Heb ik hier nog een? Nee. Heb hier nog een? Dit is een beetje uit de hand geschetst. Geschetst. Zit er niet aan de hand. Ik denk dat ik eerst veel meer dirt nodig heb. Dit hele vlak wil ik ook wel. Voordat ik het een beetje goed heb, moet het wel mooi zijn. Nee, ik werk niet hier goed. Maar even, ik heb honger. We gaan eerst gewoon meer dirt halen. We moeten wel even doen. Jumpen. Maak eerst hier de saplings op. Hier liggen saplings. Dat is natuurlijk hartstikke nice. Want saplings zijn hartstikke goed. Want die kan ik dan weer opnieuw gebruiken. Blokkie. Oké,
Verder wel er niks. Ik vind dit helemaal mooi. Oké, er zijn alweer drie gegooid. Drie van die boompjes. Oké, ik ben helemaal op mijn woorden, Justin. Stop ik er nou in? Moet ik toch niet in? Ik moet er nog wel in. Ik ben we gaan nu wel even heen. Scheppie pakken. Dan zie je gewoon weer heel. Tuurlijk is het handig. Waarom niet? We hebben dit hele stuk gewoon nog moeten doen. We hebben hier nog genoeg. En dan wordt het allemaal ook nog vlak, jongens. Dat wordt gewoon één grote chaos. Boom, er wordt gewoon veel werk. We kunnen niet alles in één aflevering doen. We gaan denk ik ook zo stoppen, want we zijn al 31 minuten bezig. En dat is best wel lang. Wow, kom die schaam in de vak. Dat was echt erg apart. We gaan nog even een stukje hakken, jongens. En misschien een paar stukken dirt neerpluffen. Hey, grond. Oh, die kant op. Het wordt wel wat. Zo hoe dat nu is, dat is wel erg niet echt zo groot. En een beetje onhandig. Vind ik zelf. Dus we gaan veel meer uitbreiden. Er moet wel geen ruimte onder komen, dus niet dat het zo is. Want dan gaan allemaal zombies en dan denken, oh leuk, oh leuk, leuk, leuk. En dan krijg je een hele verstijnende klok. Zo gaat het. Oh kijk, hier is geen steen. Maar ja, hier wel steen, maar zo kan het wel. Alles wat schapen, jongens, alles is mooi. En soms heb ik van die stiltes, ik weet het, maar dan doe ik en gewoon denken wat ik moet vertellen. Soms heb ik gewoon niets te vertellen. Ik weet zeker dat jullie dat ook wel eens hebben. Laat het even achter als jullie dat ook wel eens hebben, jongens. Maar goed, dan kijk ik er even naar. Want ik heb eerst alle reacties wel. Ja. Ik vind reacties kijken echt wel leuk eigenlijk. Dus ja. Dan gaan we ons dit hebben gehad. Kijk in ons inventory. We hebben niet heel veel meer gekregen. Maar gewoon wel wat we vast wel wat mee kunnen. Oeh. Die grot heeft helemaal geen ene nut waarom die er is. Ik vind het er helemaal niet in. Ja, ik ben net een speedboat. Ben je net eruit komen, dat was een mondje moeilijk. Die blokjes kunnen daarheen. En dan kunnen we hier dit mooi aanpassen. Onze tactieksprong bouw gebeurtenis rotzooi. Al deze bands, als er ooit nog iets onder is, die zijn moeten nou nu het kant gelaten alsjeblieft. Jullie krijgen geen leuke verrassing op jullie dak. Hoor ik nou die ezel of is het nou een varken? Ik weet het niet. Ik hoor dat... dat is een ezel. Dat weet ik. Hij is ook een netexvinder. Dan wil ik een mooie naam voor mijn ezel en mijn paarden geven. Moet ook nog steeds gaan pakken. Ik weet het. Dat gebeurt ook wel eens.
En dan stond er aan het frame maar één leeg blokje. Ik vond het apart. Dus dit veel langer dat het veel moeilijker is om te plaatsen. Dit. Ik ga er niet aan dood aan al dat vallen. Deze blokjes mogen wel weg. Oh, dus vind ik gehoord er. Oké, nu gaan we even kijken hoe hoog we het nu kunnen maken. Pakken we deze erbij. Hier moet in ieder geval 4. 1, 2, 3, 4. En dan. De ruimte tussen. 4 tussen denk ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is denk ik wel mooier. Ruimte. 4 tussen. En dan hier 2. Nou 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. En dan hier weer 4 tussen. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Hey! Dit wordt echt een reuze schuur. Bam, 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 bam. Het lijkt er al wat op. Hebben we eigenlijk nog bricks? Nou, dat wil ik natuurlijk ook wel gebruiken. Nu hebben we dit een beetje als stuk. Bricks. Geen bricks, ik moet het een keer schrijven. Hier heb ik bricks en dat spul. Maar daar kan ik niet echt heel veel mee. Wacht. Moet het toch zo? Nog 26. Want dan wil ik hier een beetje als onderkant. Een beetje echt als een boerenspal. Oh nee. Ik weet niet hoe dat zit. En als we hier nou glas tussen doen. Misschien staat het niet echt meer. Nee. Oké, laat het een beetje zo. Nou, dan moet wel meer van dit hout, sparwood, dat vind ik wel erg mooi hout. Niet al te donker, maar niet al te licht. Jongens, dit denk ik echt een lange aflevering aan te doen. Dus waarom stop je dan niet? Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om te doen dit. Oké. Okay. Aan dit plakkie. Oké, hier is niks. Huppakee. Hebben we er nu. Oh, alsjeblieft mag ik die nog. Dankjewel. Dat kost me heel veel boomwiel. Beetje te. Netjes geplaatst. Hoe kan dat? Het wordt ook alweer donker. Zo te zien wordt het alweer donker. Dan hebben we nu alweer 33. 33? Nee, 30. Beetje verkeerd op mijn woorden in Griek komen. Dan wist ik even slapen, jongens. We zijn al 39 minuten bezig. Bijna 40. Ik weet het. Lange aflevering. Maar ik wil gewoon vast een beginnetje maken. Met dit hele mooie gebouw. Wacht even. 4 grote. Was het toch? Dus hier. 1, 2, 3, 4. 1, dat is 1 blok.
Holy shit, dat is erg. Niet heel veel ruimte. Want hier komen nog hekjes. Hekjes. Nou jongens, we moeten er 3 hokjes naast hebben. Dat is wel mooist, vind ik zelf. Want zoveel beesten zijn ongeveer ook. Ja, niet helemaal. Maar dat zien we natuurlijk wel. Maar jongens, ik denk dat ik hier bij afsluit. En dat we de volgende keer natuurlijk verder gaan met deze mooie mosse schuur. Dan moet er nog grond achter, dus gaan we dat allemaal daar halen of weet ik veel. Erg grote gewerkte. Maar jongens, doe vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. En laat een reactie achter wat voor ideeën jullie hebben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later. Hoi.